Ik ben wel moe na wat er allemaal gebeurd is in die oorlog. Eindelijk dat we een keer terug gaan naar huis. Dus even kijken wat het boek me allemaal nog te vertellen heeft. De elfen zwaarden. Bla bla bla, ja. Dat weten we nu allemaal wel. Ik hoop dat Dennis zijn belofte nakomt en dat we... Ja, dat we nou eindelijk een keer die elfenzwaarden allemaal hebben. Zodat ik een keer een meesterzwaard zou kunnen smeden. Ook al zou ik niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Als ik eenmaal die drie zwaarden heb, dat ze dan in één keer toe naar elkaar toe worden gevoegd. Of dat ik... Ja, ik weet het allemaal niet. Het zal allemaal wel. Eens even kijken als ze op... Hey, koning Leon. Hallo, Nick, als ik het goed heb. Toch? Ja, ja. Oké. Ik had nog een vraag voor je. Waarom hebben wij... eigenlijk de laatste man daar achtergelaten in de... Er was eigenlijk iets wat Dennis zou moeten nakomen. En plus, dat als die mensen daar nog zitten, dan hebben we in ieder geval nog de voedingsstoffen die ze daar... Of voedingsmiddelen hebben ze daar dan nog voor ons. En dan krijgen we een deel van hun graan mee. Weet je wel? Want ik vond het al zo raar dat we de helft van ons leger achter gingen laten. Want zometeen laten we ons leger in de steek, maar dat is niet gewoon. Oh, ik dacht dat Demi jullie wel geïnformeerd hadden dat we wel een paar mensen achter zouden laten. Maar we gaan nu... hier, volg mij anders, want ik wil wel even een frisse neus nemen. Het stinkt hier een beetje naar verrotte banaan. Even zien. Nog mooie kleding. Mooie kleding. Ja, is dat kleding uit Zeppelin? Ja, ik had het nog meegenomen. Het was nog uit de tijd dat ik bij Thomas was. Thomas die had allemaal nog oude elfengewaden die hij nooit meer droeg. En hij had nogal sterk panzer. En dat had ik nou, of dat heb ik nou meegenomen. En ik denk van, ik word een beetje gek van die mannenjurk. Dus laat ik maar gewoon een keer wat anders aan doen. En ja. Oh ja, dat begrijp ik. En ik had net bericht gekregen van een kapitein dat het nog maar 2 dagen duurt reizen. Tot we weer terug zijn in de hoofdstad. Oh, in de hoofdstad? Nou. Oké. Ja. Laten we even... Dat zijn we alweer terug. Kan jij even aan die kapitein doorgeven dat we in plaats niet eerst naar de hoofdstad gaan, maar dat we eerst even bij het hertogdom van Sam gaan kijken? Want ja, ik moet even kijken wat hij verder allemaal heeft gedaan. We hebben nog geen bericht van hem gekregen, namelijk ook. Wat? Geen bericht? Nee, nog geen. Wat gek. Ik had niet verwacht dat Sam eigenlijk zo zou zijn dat hij geen bericht zou sturen. Oké, maar dat is maar wat het is. Eens even kijken. De boten daar liggen nog allemaal goed. En hoe zit het met die andere boot? Ja, oké, we komen allemaal lekker mee. De mannen zijn hier nog druk bezig. Hebben wij in ieder geval... We hebben nog wel wat voedsel, toch? Of niet? Ja, we hebben nog wel genoeg voedsel op de boot, hoor. Ik nog even vissen, als u wilt. Ja, ik heb wel zin in vissen. Ik heb alleen nog maar brood gegeten de laatste tijd. Ik kan wel wat vis gebruiken. Ah, ja, dat is geen probleem. Okay. Maar ik aan u, Leon, aan uw beslissing hoor, over dat we de helft van het leven af moeten maken. Ja, even kijken, want wie heeft eigenlijk deze boot gemaakt? Heb jij dat gedaan? Of was jij, ik heb gehoord dat ja, jij... Ja, ik had wel mensen... Jij hebt mensen ja, onder? Ja, ik had mensen de opdracht gegeven, dus ik heb natuurlijk niet mezelf gemaakt met wat plankenzaak. Oké, ja, het zijn stevige boten. Want natuurlijk heeft Delano jullie geleerd hoe dat allemaal werkt en zo. Dat is ook wel best wel mooi. Maar goed, we hebben nog best wel een zwakke vloot. Misschien dat we dat ook een keer moeten verbeteren. Dan moeten we ook maar een keer kijken wat Sam doet. Heb ik verder nog iets te vertellen aan jou? Ik denk het niet. Als je even gaat vissen, dan ga ik eventjes naar mijn kajuit toe. En dan ga je daar nog eventjes zitten. En denk even een Elvis Ale drinken of zo, weet ik veel. Ja, doe het, Leon. Oké, tot ziens. Oh. Nou, gaan we even de kajuit weer in. Nog even kijken naar wat het proces verder is. Ja, 2 dagen zijn we er wel. En dan even kijken wat Sam allemaal op de planning heeft staan. En dan gaan we maar weer even terug genieten van mijn eigen lekkere warme bedje. En ja, de Elvish Ale die ik wel echt gemist heb. Want deze rotzooi is echt gewoon niet te drinken. Gelukkig. Op naar Hera. Van die stoel word ik echt lui. Wat gaan we eens doen vandaag? Wat hoor ik? Ik hoor mensen. Koning Leon. Ja, Nick, ik heb heel goed nieuws. We zijn aangekomen in het dorpje van Sam, waar u gevraagd had. In Magistica bedoel je? Ja, in het dorpje, ik weet niet alle dorpen van Sam hoor uit mijn hoofd. We zijn bij de haven, u kan al naar buiten. De mannen zijn al een beetje aan het uitladen en spullen pakken. Oké.
Oh, de frisse lucht van de verse bomenlucht hier in Ere. Oh, wat ruikt dat goed. Ga maar naar beneden, zou ik zeggen. Zo. Ah, ja. Beter. Is we pakken zien. Zo meteen ons spullen. Hoor. Ja, precies. Of in ieder geval, dat laat ik doen. Is dat Sam? Leo. Sam? Yo, Leo. Wat doe jij hier? Ik heb niks van je gehoord de laatste 2 maanden. Wat is er allemaal gebeurd? Er is heel veel gebeurd. Echt. Je moet het zelf maar zien. De infrastructuur van de paden is zo verbeterd. Ja, ik zie het. Maar Sam, ik weet niet of je wat gehoord hebt van Demi of van de koning Delano. Maar ze zijn nog achtergebleven in Zephyrin, want vandaar dat we maar met 3 boten terug zijn. En dat we de rest van het leger gewoon achterlaten in Zephyrin. En ja, ik denk dat dat wel slim is, want ik heb een deal gemaakt met Dennis. Dat hij ons dat laatste zwaard gaat regelen van het zwaard van de Diadodid. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt, denk het wel. Ja, dat was toch het zwaard wat Timo had? Ja, Timo had een zwaard. Ik heb een zwaard zelfs. Ik heb nog 2 zwaarden. Maar ik moet nou alleen nog dat laatste zwaard hebben. Asher van Koning Meinit. Of Kapitein Meinit. Ik weet niet. Het lijkt wel de laatste tijd of hij steeds meer een koninkrijk aan het maken is. Maar goed, dat laten we nou nog een beetje voor wat het is. Ja, ik heb ook niet... of ik weet niet of je dat gehoord hebt. Maar ik heb ook bepaalde mensen heb ik een soort van wanted posters laten maken over heel de wereld. En ze zijn een beetje verdeeld in de Brovnik, Perox, bla bla bla. Ja, ik heb een van de wanted posters heb ik gelezen, dus ik hoop dat we hem snel oppakken. Maar kom even mee door Era reizen. Er is echt heel veel veranderd. Ik heb uw paard heb ik hierheen kunnen brengen. Oh, mijn paard? Ja, daar staat hij. Oh ja, hier, ik zie hem al. Kapitein Niek, daar is uw paard. Oké, okay. Oh, fijn. Dankjewel, Sam. Oh, dat zit sowieso weer goed. Een beetje op mijn vertrouwde ros. Maar waar gaan we naartoe? Volg hem maar naar het volgende dorp. Want ja. Daar is echt heel veel veranderd. Sinds u het Riftal Zeppeling heeft geplaatst, zijn alle bomen weer gegroeid. Heel Era heeft weer een nieuwe natuur gecreëerd. Want de grote bomen zijn weer teruggekomen. Ja, ik zie het. Wow, in de verte daar. Wow. Ja. En die brug is helemaal anders, zie ik. Ja, klopt. Hoe kan dat dan? Is het allemaal met de natuur automatisch gegaan of hebben jullie het zelf ook gedaan? De bruggen die hebben we zelf gebouwd, alleen dat kwam omdat er allemaal aardbevingen kwamen zo door die driftoorzetting. Hier, moet je zien. Wat een grote boom. Doe wat rustig aan, Sam, want we raken je een beetje kwijt. En die windmolen, Die hebben we gebouwd voor dat de farm. We hebben nu zoveel eten dat we heel Era kunnen voorzien. We hebben de helft van Era weer opgebouwd, alleen er zijn ook heel veel dingen misgegaan. Dat vertel ik u zo meteen. Maar eerst komen we in dit dorp aan. Hier is dus het meest veranderd, want we hebben de laatste dagen heel veel last van. Hoe zou ik het zeggen? Ik heb er zelf nog nooit gehoord, maar een soort van ondoden. Ondoden? Ja, ik heb er nooit van gehoord, maar die zijn er leven gekomen. Er zijn hier een paar heen gekomen. Er is 1 dorpeling gestorven, die is gebeten. Maar ja, daar verderop... Oké, wacht heel even. Maar wat suggereer je nou? Dat we ondoden hier zijn in Era? Hoe kan dat dan? Ik weet niet. Ik heb gehoord dat het is een elkland. Een elkland? Moeten we de verdediging anders... Nee, het klinkt raar. Alleen ze zitten achter die poort daar. Het klinkt heel vaag, maar hier komen ze minder. Er zijn maar een paar, 1 dorpeling is gestorven. Wacht even, welke poort? Waar heb je het over? Want ik ben... Wow, die bomen, het is echt gigantisch. Die komt er... dan voor u, dat is deze. Maar is het doordat we misschien de Idriftil-sapling hebben geplaatst, dat nou die Idriftil-boom er staat en dat er nou door daardoor op een of andere manier toch alles... Ja, maar dat... niet door deze poort. Achter deze poort... Dus al die zombies en alle enge, ondode mensen. Oké. Okay. Ja, we hebben daar ook een hek voor gezet, dat ze niet ons kunnen lastigvallen. En ik zie hier de naam van de hoofdstad Elvengar. Ja, dat is nieuw. Wacht even. Want Elvengar bestaat al, ja. Maar wat zijn de Gallian Halls? De Gallian Halls, ja, dat is nu van mij. Dat is hoe zou ik zeggen, dat hebben we ontdekt. Er zijn een paar elfen zijn op reis gegaan en die vonden daar verderop een eiland.
En het blijkt dat daar gewoon een hele grote stad in was. Dus ik heb daar een paar elfen heen laten wonen. En die beginnen daar nu een heel nieuw leven. Maar wacht even, wat is dat voor iets dan? Want je zegt dat het een eiland is, maar ja, er stond een stad. Het klinkt raar, want het is eigenlijk een heel klein eiland, maar er zit een berg op. En er waren elfen of zo, die hebben het uitgegraven en die hebben daar een hele stad van binnen gemaakt. Je bent allemaal pilaren binnen. Zo, je bent al even bezig geweest. Dat het niet kan instorten. Ja, dat klopt. Oké, maar eens even zien. Daar is dus Eldar. Hier is Elvengard achter Maumeyer en die bomen. Oh man, en ook al dat weed, moet je kijken. Ja, klopt, we zijn flink bezig geweest. We hebben nu heel veel eten. We hebben Era kunnen we nu makkelijk voorzien voor alles. En dat was het zo'n beetje. We hebben genoeg gedaan in de tussentijd. Alleen, wat is er gebeurd? Is er een Severn? Hebben jullie de strijd verloren? Waren er veel mannen dood gegaan? Ja, ik leg het je straks allemaal wel uit. Laten we eerst naar de hoofdstad gaan. Want ik verwacht er echt op de zachte troon. Oh man. Het is wel heel mooi geworden, hoor. Komen die zombies alleen overdag? Nee, de zombies komen vooral in de nacht. Want in de nacht zijn heel veel dorpelingen aangevallen. Daarom hebben alle dorpelingen als tip gegeven dat ze in de nacht de deuren goed dicht moeten doen. En dus daarom zijn er heel weinig dorpelingen nu gestorven. Overdag is er nog geen gezien. Maar we weten nog niet hoe het is gekomen door al die undoden. Maar wacht even. Laten we maar eerst gewoon eventjes zo snel mogelijk naar de hoofdstad staan. Voordat we hier straks in het donker nog rondlopen. En dat we alleen maar lopen te treuzelen. Want ik heb geen zin in ondoden over mijn lijk. Dus laten we maar snel gaan. En dan kijken we straks wel verder. Oké, gelukkig. We zijn weer bij het kasteel. Oh, snel van het paard af. Oh, dat zadel is echt verschrikkelijk. Oké, Sam, laten we even snel naar. Ja, zullen we naar de troonzaal gaan? Nee, gaan we naar de vergaderzaal. Oké. Wat een geweldige geur uit hier. Fijn om thuis te zijn weer. Ja, ik ga vanavond toch weer eens even goed in mijn eigen bed slapen. Niet normaal. Niet meer in een. In bad. Ja, ik werd wel een beetje gek van dat ik de hele tijd in die vieze kamers van Severin lag. Want Sam, het was echt verschrikkelijk, want je had daar echt van die vieze stoffige bedden en er waren pannenkoeken, heette dat volgens mij. Je Nick neemt ook plaats. En ja. Nou, we zijn nou in ieder geval weer terug. We hebben dus eigenlijk. Ja, we hebben Zephyr gewoon weer flink te pakken gehad. We hebben. Oh, nieuwe flesjes. Zie ik. Oké, mooi. Wat zit erin? In die flesjes? We hebben elfenshiel gemaakt. Hè. Oh, heb je daar een nieuwe soort fles voor? Ja, we hebben de elfenshiel wijnmaker. Die is weer verder gegaan. En, hij heeft nieuwe flessen ontworpen en heeft nieuwe druiven geperkt. Oké, leuk. En we zullen er ook maar wat van doen. We hebben dus nu Zephyr hebben we eigenlijk in onze handen. Totdat ze ons dat zwaard geven, want ik wil wel gewoon mijn belofte nakomen dat als wij het zwaard hebben dat we daar weggaan. Maar ik zou echt bij God niet weten hoe we nou dat zwaard, ja, hoe we dan echt dat geweldig goede zwaard gaan maken. Want alle die de zwaarden zijn wel zwaar te combineren met elkaar. Maar dan hebben we nog wel last van ja, hoe we het in elkaar zouden moeten zetten. Gaat het vanzelf? Is er niet een stof? Ja, of is er een smid of zoiets die doen? Er is wel nee, er zijn de beste smederijen zijn in Era. Zijn er geen boeken of zoiets waar het in staat? Zwaar te terugpakken of niet? Ja, ik denk dat ik dan heel veel in de grote bibliotheek moet gaan kijken boven. Oké, maar Sam, even voordat we dus weg zijn geweest. Je hebt gezegd dat opeens alles veranderd is in de zuidelijke landen. Al die bomen zijn groter geworden. Ja, niet alles in de zuidelijke landen is veranderd. Ook in de noordelijke landen. We hebben een heel groot stuk land erbij gevonden en een heel groot stuk bos. En mijn plan was om daar een trainingskamp te maken. Want admiraal Demi, die moet daar weer zijn mannen kunnen trainen. En in deze stad is er een beetje weinig plek. Ja, dat is wel een goeie. Want hoeveel hectare, dat is wel aardig nog een groot stuk land. Denk je dat we daar nog wel flink wat mannen kunnen trainen dan? Of? Daar kunnen we denk ik wel een paar honderd man trainen. Ja, want ik had laatst nog een boek gelezen. Het was in op de boot en ja, ik weet niet, iemand die had boeken voor me neergelegd. En toen hoorde ik dat er nog een keer dat er vroeger een arena in Era was. En dat leek me dus ook wel leuk om dat als ware weer een beetje terug te laten komen, want gladiatoren laten vechten voor ons vermaak, dat is natuurlijk wel geniaal.
lijkt me wel leuk. In de doelgroep zijn een paar leuke conflicten geweest. En die waren ook vermakelijk om naar te kijken. Dus ik kijk er naar uit. Oké, is goed. Ja, ik denk dat we dan maar gewoon even moeten wachten. We moeten kijken naar wat die skeletons en alle verdere ondoden allemaal hier in het land veroorzaken. En dan hoop ik in ieder geval dat we een soort van manier kunnen verzinnen om in ieder geval die ondoden te vernietigen. Ook wil ik even gaan kijken bij de tovenaar van Era, want ik weet niet of je ooit hebt gehoord van de tovenaarschilden. Ik heb er ooit van gehoord en ik ben er nog nooit binnen geweest. Oké, want volg mij even, want hier beneden, dat is de kamer des alchemie. En als het goed is heb ik daar Ruben op gezet, dat hij bezig was met het verbeteren van de elfenbogen, want ze kunnen natuurlijk altijd krachtiger. En hier kan je het wel zien, ze zijn hier bezig met natuur en met verdere spullen. Mooi nieuw panzer, Leon. Heb je dat uit Tsjechië? Nee, dat heb ik gekregen van Thomas. Dat is al een tijdje terug, net toen we de oorlog met de orks hebben gehaald, of gewonnen. Oké, maar want ik wil nog even met de tovenaar praten. De tovenaarschilder bestaat voornamelijk uit tovenaars over heel de wereld. Maar bestaan die dan nog? Hè? Ja, bestaan die nog? Ja, nog een paar. Ik heb gehoord dat er nog een stuk of gewoon vier bekend zijn. En eentje daarvan die heeft zijn loyaliteit gezworen aan ons. En dat is Jeroen. Ik weet niet of je hem kent. Ja, ik heb misschien ooit weet hij wel hoe we het zwaard retrailen. Ja, misschien dat er wel een antwoord ligt in de tovenaarschilder. Ik denk dat we daar ook maar een keer naartoe zouden moeten gaan. Ik ga in ieder geval eerst even lekker genieten van een goede nachtrust. Sam, jij moet uitkijken voor die ondoden. Nick, jij gaat ervoor zorgen dat het geregeld wordt in de noordelijke landen. Dat we daar een trainingskamp kunnen maken. En neem eerst ook maar gewoon nachtrust. En dan spreken we je morgen wel weer. Tot ziens. Oh, en Leon, nog iets. Ja? De leider van de Warriors Guild. Die is vermoord door die zombies, dus we zitten zonder leider. Ik weet niet, Nick, jij zit toch ook gewoon bij de Warriors Guild, of niet? Ja, volgens mij wel. Ik werd wel getraind door die leider, maar niet helemaal persoonlijk. Want ik zat natuurlijk meer 6 maanden weg natuurlijk met jou, Leon. En ik ben er allemaal niet echt geweest, maar ja, ik zat er wel bij. Ik denk dat het dan handig is dat we dan, als straks die arena er toch is, dat we er dan voor kunnen zorgen dat Nick misschien een duel aan kan gaan met hun. Ja, dat hij daar op de een of andere manier ook een soort van toernooi uit kan halen en dat daarmee bepaald wordt wie de nieuwe leider wordt. Ik vind het goed. Wat denk jij ervan, Nick? Zou je mee willen doen met zo'n toernooi? Mij is echt een eer. Als ik mag strijden voor een plaats, dat is echt een eer. Oké. Dat doe ik hoor. Is goed. Nou, dan laten we het even hierbij. Dan ga ik snel naar bed. En dan wens ik jullie een goede nacht toe. Pas op voor de ondoden. Tot ziens.